Goedemorgen lieve mensen, dit is Lumeria met het positieve bericht van de volle maan op 20 oktober. Het is dinsdag dat ik deze filmpjes maak en ik hoop voor ons allemaal dat het vandaag 20 oktober wat beter wordt, dat het weer een beetje helderder wordt, want dit is wel echt herfst. Dus ik wil jullie vooral ook eigenlijk vragen om vitamine D3 echt te nemen. Want als we zulke grijze dagen hebben, dan moet je al de hele dag buiten zijn. Wil je in ieder geval iets aan vitamine D kunnen opnemen. Dus let op je vitamines, heel belangrijk. Je kan heel erg moe zijn vandaag, want het is volle maan. Aan het eind van de middag is het volle maan. En je kan daardoor moe zijn. Ilona van Ware Kracht die had ook heel mooi die ascensieverschijnselen eventjes op haar Telegram kanaal. En dat werkt bij hooggevoelige mensen heel erg door. Dus we hebben met de volle maan en ook met de nieuwe maan is het best wel een beetje heftig voor ons. Luister naar je lichaam. Luister naar je geest. En ga heerlijk gewoon een kop thee maken. En relax. Gewoon even niks doen. Je hoeft ook geen filmpjes te bekijken. Gewoon even niks doen. Naar buiten kijken, wat de vogeltjes misschien doen. Gewoon even time-out. Want de energie is al heftig genoeg. Het is op deze volle maan is het een 71. Ik kom er bijna niet uit, hè. 71-8 numerologiedag. Dat betekent dat wij ons best moeten gaan doen om vanuit ons eigen individu de balans weer te kunnen herstellen. En als jij vandaag echt zo'n rustdagje neemt, alles lekker uit, ook geen boeken lezen, gewoon lekker even niks. Koken bijvoorbeeld, maar dan niet een moeilijk recept, maar iets wat je uit je hoofd weet. Al is het een cake of iets simpels. Groentezoek maken, een beetje van dit en een beetje van dat. Dat is handig. Dat je geest niet hoeft te werken, zodat je geest en je lichaam tot rust mogen komen. Ik heb bij dit filmpje ook even een activatie- en aardingsoefening gedaan. Dat is ook lekker om even te doen. Dan ga je dit filmpje en dat filmpje kijken en daarna doe je alles uit. Ontspanning. Dat je alleen maar doet wat voor jou ontspannen is. Dat is belangrijk. We gaan een kaart even trekken voor deze dag. En we waren zo mooi bezig met engelenkaarten dat ik dacht van, nou, dat kan nog wel. Ik krijg ondertussen een Telegram bericht. En dan zie ik hier in mijn laptop wat dat is. Ze vertelt Klaasko op windy.com, windy, W-I-N-D, Griekse I.com, kan je zien dat de zwaveldioxidewolk in real time waar die is van La Palma. Dat krijg ik hierdoor, maar dat is misschien handig voor jullie om ook eventjes te zien waar die zwavelwolk is. En is dat belangrijk? Ja, soms is dat wel even handig om te zien. Als je last van je luchtwegen hebt, dat je weet van, ik moet niet gaan wandelen. Ik moet misschien de hond even uitlaten en dan snel weer naar binnen. Dus dan kan je eventjes aanpassen. De kaart voor vandaag is aartsengel Uriel. Is de engel van de transformaties, van de goede ideeën. En hij zegt heldere wetendheid. Soms weet je het gewoon wel. Schenk aandacht aan gedachten en ideeën die in je opkomen alsof ze een verhoord gebed zijn. Wij mogen best wel even bidden voor La Palma en de bewoners. En dat het dat de ramp waar velen over schrijven, dat die voorbij mag gaan. Dat moeder aarde voor ons, niet voor ons, voor de bewoners op La Palma, de flora en de fauna, dat moeder aarde ervoor zorgt dat ze gespaard worden. En dat de vulkaan tot rust mag komen. Dat zou heel mooi zijn. Daar kunnen wij vandaag wel een mooie kaars voor aansteken. Als het zo grijs-donker weer is, steek kaarsen aan, doe lichten aan, zet je huis en jezelf in het licht.
Ik plaats nog even bij, dat komt hier dan in beeld. En dan kan je eventjes klikken naar de aardings- en activeringsvideo. Ik wens jullie een hele mooie dag. Vind het filmpje leuk of niet leuk? En je mag het delen. Windy.com. Dag lieve mensen.